Yo mensen, door kijk deze video. Mijn naam is Wies van FIFA-born 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Feyenoord Creme. We hebben vandaag weer twee wedstrijden op programma. Eén wedstrijd op programma voor jullie. Omdat er ook een paar transfers tussen zit. Morgen weer de Liverpool Carrière mode natuurlijk. Die gaan jullie weer zien. En vandaag dus de Feyenoord Carrière mode. Met een paar leenaanbiedingen op de jeugdspelers. Waaronder van op Lorenzo de Graaf. Die gaat naar Antwerpen. Die gaat naar België voor een jaartje. En er gaan geruchten rond dat Rick Kersdorp niet meer tevreden is bij Feyenoord. Hij schijnt ruzie te hebben op de training met Vincent Janssen, de nieuwe spits. Vraag mij niet waarom. Ik heb er niks van meegekregen tijdens de training, maar Rick Kersdorp lijkt een aanvaring te hebben gehad met Vincent Janssen. En ik vind wel, als dat zo is, moeten wij wel een straf geven. Dus ik denk dat ik hem voorlopig niet in de selectie ga zetten. En dan kijken wat hij zelf wil. Misschien wil hij wel weg. Misschien wil hij blijven. Of wil ik gewoon een tijdje even aan de kant zetten. De tweede doe ik sowieso. Ik ga even een tijdje aan de kant zetten. Dan mag er een jeugdspeler op die plek gaan. Het is dan De Wit. Die kan ook op een rechtsachterpositie. Dus doen we die daar. En ja, dan gaan we toch zonder Kerstdorp op deze wedstrijd beginnen. Nog een paar spelers gaan er mee. Kokjuwau speeltijd. Ik ga hem meenemen en kijken wat hij speeltijd krijgt. Het is dus in de 30e minuut. Dus dan pas de eerste echte kans komt. In deze eerste wedstrijd van het seizoen. Groningen heeft wel de bal. Van der Looy. Warentam kapt de bal weg. Reis speelt hier nog bij Groningen. Is het echt aan de Barcelona. En hier komen we op een 1-0 achterstand tegen FC Groningen door Poel. Die hier de 1-0 maakt voor Groningen. Dit is een 32e minuut, vlak naar de goal. Hier de schot van Tongstra, maar die schiet hem naast. Bal nog de corner. Corner genomen door Hazard. Tongstra. Tongstra richting Xhaka. Kopbal hier van Ellis. En het is 1-1. Het is weer gelijk. Ellis maakt de gelijkmaker. Zijn eerste dit seizoen en de gelijkmaker in deze wedstrijd. Het is weer 1-1. Het zit ondertussen in de tweede helft, 49e minuut nu. Ellis krijgt de bal hier niet. Reis naar Warnedam. Reis. Aanval nu voor Groningen. Moeten we gaan verdedigen. Hier de keeper op tijd uit. Ja, hij is op tijd uit. Ten Hove heeft hem. Naar De Wit. De Wit. Wijnaldum nu bereikt. De Wit maakt een fout. Poel en Ake. Ook hij zijn eerste wedstrijd mag spelen. Ook Vincent Janssen natuurlijk nu de spits. En dan al een gelijke ruzie met Kersdorp. Dat is wel heel opvallend. Kersdorp sowieso niet echt perfect speelde het laatste seizoen. Toen die kwam wel. Maar daarna niet meer zo erg. Hier Ellis met de kans op de 2-1. En het is 2-1 voor Feyenoord. We staan voor. Tegen FC Groningen. 2-1. Lekker bezig. Sinisterra gaat erin komen voor Ellis. De man voor de twee goals. Gaat eruit. En zijn vervanger is Sinisterra. 5-6 minuten nu. Janssen. Vincent Janssen heeft de eerste kans. Maar die gaat hoog over. Ja, dus Kersdorp lijkt, ik weet het niet zeker, maar misschien een uitlening, maar ik weet niet wat hij wil. Hij is niet tevreden, heb ik gehoord van onze assistenten Kuit en Van Persie. Hij heeft niet bij mij gemeld, dat vind ik wel heel erg jammer. Maar goed, we weten het, en, nou, stel hem dan daar nog maar niet op deze wedstrijd. Hij zit zelfs in de wissel. Hij kon een paar keer invallen, maar ik heb hem niet de kans gegeven. Daar was hij wel boos om, merkte ik al op toen ik langs de zijlijn stond. Ik hoorde hem achter me schelden. Dat vond ik ook wel niet echt perfect. Dus we gaan kijken wat we met Kersdorp nog kunnen doen. Wat willen jullie wat ik doe? Moet ik hem uitlenen gewoon voor een jaartje even en dan weer terug laten komen? Of toch verkopen en dan gewoon De Wit op de rechtsachter laten? Of een andere rechtsachter zien te halen? Laat het weten in de reacties. Ondertussen is de wedstrijd bijna afgelopen. Nog 10 minuten te gaan. Nog deze 2-1 voorsprong is. Vincent Janssen niet bereikt. Bal bij Doan. Doan naar Postma. Postma. Onderschepping hier goed. Terni, Wijnaldum, Xhaka, Tongstra. Hazard, Tongstra, Janssen. Krijgt hij bij Sinisterra hier, ja, maar dat is buitenspel voor Luis Sinisterra. Zit in de 38e minuut nu. Deze bal gaat over. En er komt verder in voor Wijnaldum. Verdi ook al een hele tijd speelt bij Feyenoord. Doet goed, speelt goede wedstrijden. Tongstra, Sinisterra en dan zit het erop. We winnen met 2-1 van FC Groningen. Wedstrijd tegen FC RB Leipzig voor de Supercup gaan jullie ook zien. Dat zien jullie de volgende aflevering. Dat zien jullie dus zondag in de carrière mode. En morgen dus de Liverpool carrière mode aflevering 2. Waar we ook een Feyenoord gaan halen. Ronde Kokju. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Druk op duim omhoog. En dan zeg ik hier nog even persconferentie afsluiten. En dan gaan we door simuleren. Tot de wedstrijd. Met een paar traintjes nog tegenaan te gooien.
Zoals jullie geblaf horen, dan is het mijn hond. Mijn excuses. Hier een trainertje. Smits, Peters, gaan omhoog. Maar ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Druk op duim omhoog als je het niet gedaan hebt. En dan zeg ik zoals altijd, en zoals nu, later.